Hallo en welkom bij Alphensiaan Benelux, hier op ons culinair instituut in Utrecht. Vandaag laat ik u wat zien over Alphensiaan warmoutladers. Ik ga u laten zien hoe u de temperatuur kan instellen. Ik laat u zien hoe je kan kiezen tussen de ingestelde temperatuur of de actuele temperatuur die op dat moment zich in de lade bevindt. En ik laat u wat zien over de verschillen tussen de 6 lades zoals die u hier nu ziet staan. We zullen beginnen met het uitleggen van de verschillen tussen de lades zoals ze hier staan. De lades zijn in verschillende uitvoeringen leverbaar. We kunnen ze leveren in de gastennorm in de lengte, dus de smalle uitvoering. Maar ook als gastennorm in de breedte, dus de brede uitvoering. Zowel als enkele, dubbele als driedubbele uitvoering voor de brede versie, maar ook voor de smalle versie. Of je nou kiest voor een enkele, de driedubbel of de tweedubbel of de driedubbel uitvoering. Elke unit is maar één keer de temperatuur in te stellen. Dus als voorbeeld deze twee uitvoeringen, de dubbele uitvoering. In dit geval staat de kast op 46 graden. Dat houdt in dat zowel de onderste als wel de bovenste temperatuur in de lade gelijk zijn op die 46 graden. Als we dat van de binnenkant gaan bekijken, dan zien we bij de gastennorm brede uitvoering. Dat we ook kunnen leveren met een extra brede inzetpan. Een extra brede inzetpan wordt speciaal gemaakt voor u, als u dat zou willen. Waarbij je de mogelijkheid creëert om zeg maar 30% meer ruimte te creëren in je lade per unit. Als voorbeeld, standaard wordt de lade afgeleverd met een normale gastennorm in de diepe uitvoering. Wat wij ook kunnen leveren zijn inlegplateaus. Die plateaus kunt u gebruiken om uw product hierop te laten rusten. In dit voorbeeld is de kunststof. Maar om een idee te geven, we hebben ze ook als RVS. In dit geval dan voor een halve gastennorm. Want in plaats van de hele gastennorm zou je ook kunnen kiezen voor twee halve gastennorms of anders drie 1/3 gastennormbakken. Wat we ook zien zijn de schuiven. De schuiven bij de laden kunnen we aan de buitenkant bedienen. De schuiven die dienen ervoor om een luchtcirculatie te krijgen in je laden. Dus warme lucht trekt eruit samen met vocht. Dus op het moment dat je product droog wil bewaren, dan doe je de schuiven open en wil je ze vocht bewaren, dus denk aan vlees, bepaalde soorten vlees of als groente of als saus, dan zou je de schuiven dicht kunnen doen. Ik zal nu wat laten zien over de instellingen van de Alphensiaanlade. Om hem aan te doen druk op deze zwarte knop. Dan vervolgens komt in het display de laatst ingestelde temperatuur te staan, in dit geval dus 70 graden. Als we de temperatuur willen veranderen, dan drukken we of de pijltjestoets naar beneden voor een lagere temperatuur, of de pijltjestoets omhoog voor een hoge temperatuur. Als de kast aangaat, dan zien we dat het groen lampje gaat branden. Dat houdt in dat de lade nu wordt verwarmd. Dus de ruimte in de lade wordt nu verwarmd door middel van het haloheat systeem. Dat heeft dan ongeveer een 3/4 nodig voordat de hele ruimte egaal warm is. Dus voordat u uw spullen erin gaat leggen, doe het ongeveer een 3/4 van tevoren even aan. Als hij op temperatuur is, dan gaat het lampje uit. En vervolgens kunt u zelf de temperatuur controleren door op dit thermometertje te drukken. Als we die indrukken, dan zien we op dat moment wat de actuele temperatuur is. In dit geval 76 graden. Wat u ook zou kunnen doen, is dat u zou kunnen kiezen tussen de ingestelde temperatuur of dat u de actuele temperatuur zou willen zien. Dan drukt u op de thermometer en de pijltjestoets naar boven. Die houdt u een aantal seconden vast tegelijkertijd. Dan staat ACT in beeld van actueel en dan verandert hij op dat moment naar de actuele temperatuur. En als we dan de temperatuur gaan wisselen, of we willen kijken wat de ingestelde temperatuur is, dan drukken we op het pijltjestoets om te kijken wat is de ingestelde temperatuur.